Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hallo allemaal. Welkom bij de eerste aflevering van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hier zoomen we iedere twee maanden in op erfgoedpareltjes in Haarlemmermeer, zoals forten, gemalen en musea. We brengen het laatste nieuws rondom erfgoed. We delen de beste weetjes en de leukste uittips. Als er nu iemand is in Haarlemmermeer die erfgoed een warm hart toedraagt, dan is dat Marja Ruigrok. Mevrouw Ruigrok, hoe kijkt u als wethouder aan tegen erfgoed? Wij hebben als gemeente Haarlemmermeer een nieuwe beleidsvisie geschreven en dat heet Omarmen en Beleven. Want waar het vaak gericht is op het behouden van monumenten, gaat het ons ook heel erg om het beleven van het monument. Dus het toegankelijk maken en er echt van genieten. Waarom is erfgoed eigenlijk belangrijk? Erfgoed is belangrijk omdat het iets vertelt over waar je vandaan komt, wie je bent. En in een gemeente als Haarlemmermeer is dat heel erg belangrijk, want Haarlemmermeer is relatief een hele nieuwe gemeente. Uit 1852 is het meer pas droog gepompt. Dus ja, daar wil je het verhaal over vertellen. Ik ben ontzettend blij dat het Erfgoedjournaal er is, want zo kunnen nog veel meer mensen genieten van het erfgoed wat bijvoorbeeld Haarlemmermeer te bieden heeft. En tot zover Marja Ruigrok. En dan nu drie keer kort nieuws. Als de zeespiegel blijft stijgen, komt een groot deel van Nederland onder water te staan. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Rem van der Bos laat ons dat zien in zijn tentoonstelling Here Comes the Flood. Modellen in eigen tijdse klederdracht tonen hoe hoog het water komt op verschillende plekken in Haarlemmermeer en daarbuiten. Nu te zien in Haarlemmermeermuseum De Krukius. Het stoomgemaal Halfweg sloot het publiekseizoen 2021 heel bijzonder af. Het was feeriek verlicht met nostalgische olielampen en flakkerende kaarsjes. Dat zorgde voor een echt 19e eeuwse atmosfeer. Back to the future. Van april tot en met november is het erfgoedpareltje ieder eerste weekend van de maand weer onder stoom en voor publiek geopend. Wanneer kom jij langs? In de werkplaats van het NTM werken scouts van Paula Geerts hard aan de opvolger voor Locomotion 2. Nu zijn we helemaal aan het afwerken en daarna gaan we hem inbouwen, helemaal vaar klaarmaken eigenlijk. Publiek is welkom om dit toekomstige varende erfgoed te bewonderen tot april 2022. En dan gaan we nu naar het Fort van Hoofddorp met Benjamin en Chiara. In Fort Hoofddorp is sinds 9 december de expositie Gezichten van Haarlemmermeer te zien. Benjamin en Chiara bezoeken de expositie en stellen fotograaf Karin K. een aantal vragen. In de aankondiging las ik dat de expositie gaat over verscheidenheid en dat daarin de kracht zit van Haarlemmermeer. Hoe heeft u deze verscheidenheid willen weergeven? Nou, om te beginnen hebben we heel veel aanmeldingen gehad. En uiteindelijk, dat waren er meer dan 100, 125 of zelfs nog meer. Daar hebben we moeten terugbrengen naar 20 portretten. En die selectie heb ik echt heel duidelijk geprobeerd te richten op het weergeven van de culturele diversiteit. En ik denk, als we hier zo in de rondte lopen, dan durf ik een klein beetje te zeggen dat dat gelukt is in de foto's. In portretten zoals deze zien we een heel sterk licht-donker contrast. In hoeverre is dat een bewuste keuze geweest? Ik weet niet of ik echt van een bewuste keuze kan spreken. Ik merk wel dat het in heel veel van mijn foto's terugkomt. En ik denk dat dat toch iets is vanuit mijzelf. Ik vind het mooi om mensen uit te lichten, maar ook om een soort van donkere sfeer omheen te hangen. Dus of dat emotie is die vanuit mij komt, ik weet het niet. Maar mensen spreken wel over een soort van handtekening in mijn foto's. Het viel mij op dat een gedeelte van de tentoonstelling, de zwart-wit foto's, in een andere ruimte zijn geëxposeerd. Wat is daar de reden voor? Ja, dat is wel een bewuste keuze geweest. Op het moment dat je zwart-wit en kleur met elkaar gaat mengen, dan haal je de kracht toch een beetje weg. En om uniformiteit te creëren, maar ook de foto's elkaar te laten versterken, hebben we heel duidelijk gekozen om beneden in de kazemat zwart-wit te hangen en boven in de porternezaal de kleurenbeelden. De expositie Gezichten van Haarlemmermeer is tot eind januari te zien in het Fort van Hoofddorp. En dan nu de Klaverman. Die bezoekt iedere aflevering een bijzondere vrijwilliger. Dit keer is dat Kees Vernooy van Stoomgemaal Halfweg. En de Klaverman komt nooit met lege handen. Nee, hij brengt zelfs geluk. Hey Kees, goedemorgen.
Klaverman, goedemorgen. Hoe is het nou? Prima. Ja? Ja, met mij gaat het goed. Hoe lang ben je hier al vrijwilliger? Nou, bijna 11 jaar. Zo. Ja, ja. En nog altijd leuk? Heel leuk. Ik kan me echt hier vermaken. Echte techneut? Echte techneut, van kleins kinds af aan. Begon met de Meccano-doos, uitgebouwd tot die grote stoommachine. Geweldig. Kijk, dat is een echte. Leuke collega's? Hele leuke collega's. Ik kan het goed vinden. Zonder vrijwilligers is het erfgoed niet onder stoom. Hè? Ze zijn onmisbaar en onbetaalbaar. En ik wil jou eigenlijk heel erg bedanken voor al je inzet en ziel en zaligheid al die jaren. En daarvoor heb ik een klein cadeautje bij me. En dat is het klavertje 4 van het Erfgoedjournaal. Nou, mooi. Een doosje geluk en heel veel succes. Ik zeg erfgoed. Wat zeg jij dan? Ik zeg retegoed. En tot zover de eerste aflevering van Erfgoedjournaal Haarlem en Meer. Leuk dat je erbij was. Over 2 maanden verschijnt de volgende aflevering en hopelijk kijk jij dan ook. Nu kunnen we nog even kijken naar de allerleukste erfgoeduittips voor de komende 2 maanden. Tot ziens! Kom naar het NTM in Nieuw-Vennep en check de Douglas DC-2. Een van de eerste helemaal stalen verkeersvliegtuigen. Dit exemplaar in Nieuw-Vennep draagt de kleuren van de Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij. Het interieur is prachtig gerestaureerd. En dit toestel was ook te zien in de tv-serie Vliegende Hollanders. Kom naar Crash. Tijdelijk is te zien kinderspeelgoed in de Tweede Wereldoorlog. Een beer en een pop, beide de oorlog overleefd. Houten jeepje gemaakt door Canadese soldaten in 1944. Speelgoed was voor kinderen in de oorlog heel belangrijk. En soms was speelgoed zelfs hun enige vriend. Kom naar Haarlemmermeer Museum de Krukius en laat je onderdompelen in de geschiedenis van de droogmaking. Als je hier komt, dan leid ik je persoonlijk zelf rond in mijn eigen creatie. Dan krijgt u alles te zien. De machinekamer, de balansarmen, de schepwagen. Komt u gauw langs, want alles leeft!